Hallo, ik ben Lonneke Engel voor EDTV. Hallo, ik ben Lonneke Engel en dit is EDTV. Huh? EDTV. Oké. Okay. Dit is Lonneke Engel en... Hallo. Ik ben Lonneke Engel en dit is EDTV. Zo, in één keer. Goed, hè? In één keer. Geen foutje gemaakt. Lonneke Engel, Eindhoven's mooiste exportproduct, had zaterdagmiddag een fotoshoot in Nuenen. Voor de nieuwe cover van Frits. Het is vast een droom, hè, die voor jou uitkomt op de cover van Frits. Ja, echt. Enorm. Nee, om eerlijk te zijn, ik ben zelf ook een beetje op met het idee zelf gekomen. Want ik vind Frits een heel leuk blad. Ik lees het zelf ook. En het is van Eindhoven. En ik ben ontzettende Eindhovense in hart en nieren. Dus voor mij is het gewoon echt... past heel goed bij mij. Het 29-jarige topmodel woont in New York, maar heeft ook nog een appartement in Eindhoven. En ze is helemaal fan van haar geboortestad. Ik vind Eindhoven echt een leading city wat betreft design en innovatie, dat is ook duidelijk. Maar ook qua energie. Ik ben ook liever in Eindhoven dan bijvoorbeeld Amsterdam. Ja, sorry. Lonneke was vele jaren het gezicht van modemerk Ralph Lauren. Een mooiere ambassadrice voor de stad is er nauwelijks denkbaar. Kijk, mijn droom van Eindhoven is dat wij meer gaan nadenken over duurzaamheid. Dat wij gewoon een leading city in Nederland, maar ook in de wereld worden qua duurzaamheid en groene opties. En in restaurants en winkels. En ja, dat is eigenlijk mijn droom. Dus als ik daar aan kan meewerken, dan zou ik het heel graag doen. Dus ja, burgemeester, bel mij. Ja, heel fijn. Gelukkig is er ook nog wel een puntje van kritiek op de stad. Als ik iets negatiefs mag zeggen, is dat ze gewoon anders was de Efteling gewoon in Eindhoven geweest. Zoveel jaar geleden, toen was er dus een soort tentoonstelling in Eindhoven. En daar had Peter Reiners had allemaal poppen ook die bewogen. En hij wou een hele show, maar hij wou niet een tijdelijke show. Hij wou iets maken wat dus gewoon altijd zo was en mensen altijd konden bezoeken. Maar ja, dat wou Eindhoven niet. En toen een familielid van hem weer... was meneer Van der Heijden, dat was de burgemeester van Kaatsheuvel. En die had er wel oor naar. Dus dan hebben ze een heel natuurpark met een vijver, een zwembad en zelfs een manege hebben ze gemaakt. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot wat de Efteling nu is. Voor Lonneke betekent de covershoot voor Frits ook een weerzien met de fotograaf, die bijna 17 jaar geleden de eerste fotosessie met haar deed. De uit Brazilië afkomstige Eindhovense fotograaf Giba. Kan ze een beetje? Ja, denk ik. Natuurlijk. Is echt een top. Ja, wat maakt het zo speciaal om met Lonneke te werken? Nou, Lonneke heb ik heel lang geleden ontmoet, toen hij 13 was. En na 17 jaar mag ik het nog een keer doen. Dus ja, dat is heel speciaal, heel bijzonder voor mij. En heb je de cover foto al gezien? Nou, wij zitten hier te discussiëren met het hele team welk gaat worden. Dus straks wordt het een beetje moeilijk. Want bijna alles goed wat het met haar doet, wordt mooi. Dus ik ben benieuwd. Welke foto van Lonneke straks op de cover van Frits prijkt, weten we pas op 22 november. Wij kijken ernaar uit. Ja, ik ga de shoot nog even afmaken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Sorry. Ik ga de shoot nog even afmaken. Dus houdoe en bedankt.